Eén ding weet ik. Het is niet een match voor de eerste plaats. Nog voor ons, nog voor Standaard. Bien sûr, j'espère qu'ils vont être au niveau mental, psychologiquement, j'espère qu'ils vont être dans des meilleurs états que à Braga. Twee dagen voor de topper trainen de twee ploegen achter gesloten deuren. Standaard mist zeker deze hinkende Steven de Voer. Bij Anderlecht zijn onder andere Biglia, Polak en Boussoufa twijfelachtig. Celui-là. De trouver comme ça la vitesse, la précision, la volume, c'est pas facile, mais on va faire le maximum possible et on fait appel à une réponse générale. Ik weet, één zaak is zeker. Op gebied van kwetsuren staan we voor. En kunnen we denk ik niet meer bijgehaald worden. Jacobs is kort van stof. De pers en de analisten zijn het doelwit. En daar krijgt hij zowaar steun van Beleuny. De analisten weten. Ik ben maar trainerke. Dus niet algemeen als trainerke en er niet veel van. Au bout de 3 mois, 80% de ce que vous avez écrit, il n'est pas valable. Et ça c'est prouvé. Twee geïrriteerde trainers. Nochtans zou je verwachten dat Jacobs na vorige woensdag iets meer ontspannen toeleeft naar de topper. Anderlecht won op het veld van Gent en nam de leiding over van Standaard, dat een tik kreeg in Braga. Ontspanning. Denk jij dat we hier allemaal zitten voor ons plezier? Dus, nee, er wordt met geen woord gerept over die prestatie van Standaard. Ik denk dat wij heel goed beseffen waarin zij zitten. Omdat je ongeveer juist het jaar tevoren zelf meegemaakt hebt. Ça tombe dans un mauvais moment psychologiquement, n'est-ce pas? Anderlecht, il gagne deux matchs extérieurs, il reprend l'avantage et nous on perd un match assez sévère. Nochtans, ik heb gehoord dat ze klaar waren van naar Braga te gaan. Zo zie je maar. Avec le même match catastrophique, on gagne facilement chez nous contre Bis, contre Rest, contre Westerlo, contre tout un monde. Peut-être même contre Anderlecht. Peut-être même contre Anderlecht. Le même match ici, parce qu'on en a gagné 2-1 contre Anderlecht. Et puis on a pas fait un match phénoménal. Dit zijn beelden van die heenmatch. Anderlecht verrast Standaard door zonder echte diepe spits te spelen. Dat komt ook op voorsprong, maar Standaard wint uiteindelijk met 2-1 na een goal van Milan Jovanovic in de slotminuten. Hoe is de Standaard faire la différence, dis-moi? Imaginez-vous que maintenant je vais vous dire. Oké, okay. Merci.